Het Burgerinformatiecentrum Para heeft in een persbericht aangegeven dat de recreatieorde opnieuw een aanvraag moet doen voor herkeuring. Deze aanvraag geldt nu ook voor privéorde met een badplaats, zegt Marvin Moussan, districtsecretaris van Para. Hij geeft verder aan dat exploitanten van recreatieoorden in de periode 27 juli tot 7 augustus een nieuwe toestemming en goedkeuring moeten aanvragen bij de districtscommissaris van Para. Het gaat erom dus dat alle openbare en privéorden een verlenging moeten vragen van hun toestemming. Omdat alle toestemmingen welke zij hadden, vervallen op 14 augustus aanstaande. Wat betekent dus dat zij inderdaad moeten vragen naar een nieuwe toestemming en een nieuwe goedkeuring. Omdat wij als veiligheidsinstanties met die verstanden, dus de deskundigen op elk hun vlak, DOG, Maritieme Autoriteit Suriname, de brandweer, RGD en alle andere instanties moeten kijken als de veiligheidsaspecten nog hetzelfde zijn op die orde. Daarom hebben wij altijd elk jaar een inspectie en elk jaar geven wij goedkeuring, een goedkeuringssticker, zodat de bezoeker haar veiligheid gewaarborgd is. Moussan geeft aan dat er in het district Para 32 goedgekeurde recreatieoorden zijn. Hij benadrukt dat de oorden weer open mogen, echter onder de strenge voorwaarden dat er geen openbare vermakelijkheden of feestjes georganiseerd mogen worden. Ik wil toch wel toevoegen dus dat de oorden opengesteld worden en dat nadere informatie komt met betrekking tot verkeersveiligheid. Om met te weten dat er een enorme druk en trek zal zijn naar de orde. Vanwege het feit dat men geen andere openbare vermakelijkheden heeft. Maar vooralsnog geldt dat er op de recreatieorde geen vergunning verstrekt zal worden voor dansen en partijen. En dat dan, dat niet bij openbare vermakelijkheden. Maar dat men zich stip gaat houden aan dat het vertoeven volgens die COVID-maatregelen. Wat betreft de COVID-maatregelen, dat is het dus de COVID-brigade, dat gaat checken dat de mensen echt in groepen van 80 minuten zich bevinden onder een tent en dat er niet meerdere mensen zijn. Dus wat betreft de COVID-maatregelen, dat is een andere materie, dat valt onder het COVID-brigade in het district. En wat betreft de algemene regels, dat zijn er verschillende diensten met hun expertise die er naar zullen kijken. Marvin Moussan, districtsecretaris van Para. De maatregel van herkeuring is er niet om de orde te pesten, maar om ervoor te zorgen dat er ten alle tijde aan de veiligheid van de bezoeker wordt gedacht. Aldus de districtsecretaris.